Oh, leuk kijken van Shine Spice. We gaan jullie wel even Money Metal Generations. Ik ben weer samen met Rusty, die ver voor staat, omdat hij geen last heeft van jumps die niet werken. En hij gaat denk ik zo meteen kwast spelen. Klopt dat? Dat denk ik ook. Zo, Milan, heb jij dat hoofd van Plank gezien? Nee. Moet je zo maar eens kijken. Ja, ik wil zeggen, komt het er nou aan? Oh, ineens is hij gedespawned. Oh, daar liep hij. Oh. Zijn kop is hartstikke blauw. Hij had een beuker tegen zijn hoofd gehad, denk ik. Ik denk het. Slytherin. Sta ik nog voor? Ja, hier, Plank heeft een kei blauwe kop. Lekker Plank. Ja, die ik weet niet wie hij supportte in de wedstrijd tegen Raaf trouwens wel erin. Of hij inderdaad een goede beuk deze kaart. Nou, hier weer. Ik stop gewoon zo hoor. Ja, maar ik zag nu dat het kwam door de geest. Nee, want toen werd... je kan gewoon door die geesten heen springen. Oh. Ik kom gewoon weer tegen die hoek aan en dan pakt hij hem gewoon niet. Ja, ik ga maar niet zeggen wat ik moet doen, want je had het al gezegd. Hier! Hij pakt hem gewoon niet, alweer niet! En nu is het een simpele jump, hè? Gewoon van recht naar voren. Wat? Nee, dat. Nee, dan gaat er echt iets fout, hoor. En dat... Ik weet 100% dat er niet... Huh? Waarom ben je nou ineens teruggezet? Nah. Gaan we toch niet mee dat je nou weer helemaal vanaf het begin moet beginnen, hè? Nee. Oh nee, dat gelukkig niet, man. Nee, maar dat is wel heel vreemd dat ze jou ineens terugzetten naar het begin. Nee, what the fuck. Maar goed. Als jij de game even afmaakt, dan kunnen we door naar deel 3. Ja, ik ga nu de dames in. Lekker in. Ik, ja, het is weer die tijd van het juist voor me zeggen. We zeggen, het eerste jaar vechten we tegen trolls. Nou komen we erachter hoe we in korsel en kwast kunnen veranderen. We gaan lekker! Hemelien? Oh, jammer, René Jenny. Wacht, je hebt het al? Lekker, Emmeline. Dat zeg, op de PlayStation 1 moet je het hele ding zelf voor elkaar gaan zetten. Hij heeft de jump gehaald, Bo. Ja, maar je bent er nog niet, hè? Nee, ik weet het. Die kan je gewoon niet ontwijken. Nee, dat is het enige kutte. Die geest kan je gewoon niet voorbij. Oh, nee. Hé, hey, Milan, chaté. Chaté? Ja, chaté. Ja, maar kijk die camera ook elke keer terugschieten. Ja, hij hebt hem! Oh, I'm alright. Milan, I'm fine. Ik heb een spreuk geleerd. Lekker ring. Ik ben vast. Ik ben een penseel. Penseel? Oké.
Jij hebt het toch over verfgarij? Nou, dan doe ik dat ook. Vraag een af, weet je. Huh? Oh. Oh, dit vind ik wel heel bijzonder. God. Als je de spreuken gebruikt met als kwast zijnde, dan klink je als Harry. Maar als je in een conversatie gaat, klink je als kwast. Tuurlijk. Oh, hallo meneer de Klopgeest. Hallo meneer de Klopgeest, waar brengt u ons naartoe? Oh nee, ik wil niet meer. Milan, ik wil niet meer. I think you have a lot of bagging. Ja, weet je waarom? Als jij hier klaar bent, moet je een heel doolhof doorkomen met zwadderig prefects. Leuk. Ik hoop dat jij heel veel tijd kwijt wilt raken. Oh, ja, natuurlijk, het zijn allemaal zwadderaars, hè, dus ja, hè. Friendship. Bullshit. Waar ben je? Manvidus. Hang je uit. Oh, hi Draco. Hoe hash je het al op, ja? Wat zeg je allemaal? Nee, dat zegt Draco tegen mij. Saint Potter. Ja, het is allemaal zo ellendig, Malfidus. You must have some idea who's behind it. Nou, dan mag je ook nog de andere kant doen. En daarna heb je die hele leuke fight, Milan. Oh, ik zag je er weer hoe dit gebeurt. Ik word er zo moe van. Je wordt gewoon genaaid door het systeem. Echt niet te doen. Wat een ellende. Maar dat betekent wel dat ik bijna op het einde van de game ben. Ja, ik bedoel het niet verkeerd, zo. Ik bedoel het niet verkeerd. Ik bedoel meer in de zin van, dan hoeven we niet lang meer. Dat is waar. Dan zijn we eindelijk uit ons lijden verlost. Ja, ik wil zeggen, bij drie pionnen. Maar we moeten nog een spreuk leren, toch? Ja, eentje nog. Ja. Ik heb hier zo'n geen goed gevoel bij, hè. Oh, je bent Harry. Ja, ik ben Harry met prefects van Zwadderig. Oh. Ik ga je niet prima, dat leek. Dat leek oké. Okay. Nou, ik ben. De prefect was vreemd te doen, maar is uppie. Ik dacht echt dat ze met meerdere waren. Oh, ik ben ook nog eens doodgevallen. Rennen, Harry. Wij hebben een... Ja, dat. Oké, wat gebeurde er? Hoe ben jij dood? Ja. Deze jump. Serieus? Ja. Wauw. Nou, het positief is, je gaat wel met full HP tegen de Gargoyle vechten. Dat is waar. Kijk, waar is Transfiguration? Hé, Milan. Zo. Oh. En op twee. Wat op wat. Ja, nog twee keer. Ja, nog één keertje, Milan, dan heb je hem, dan kan je weg. Ah, ik dacht dat ik hem had.
Wacht. Huh? Oh, echt. Ik ben verkeerd gelopen. Ik moest naar de tweede verdieping. Ik liep meteen door naar de Gryffindor Common Room. Oh, kut, het leven. Specifiek? Ja, zo, nee, niet echt. Oh, nu weet ik waarom we die cutscene kregen. Omdat we op het standaard gingen staan, zeg maar, waar die vogel nu op staat. Ah, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Oké, en girls bathroom. Elke keer die cutscene voor die kutvogel. Ja, niet normaal, joh. Dat is echt belachelijk. Waarom ben je dan niet via de andere kant gelopen? Ja. Oh. En toen waren ze allemaal les teleurgesteld. Waarom was... Oh ja. Alles voor niks. Ja. Ja. See you in the morning. Oké, wel trusten. Wow. Jij nou? Oh, ik haat dit spel zo erg van binnen. En ook van buiten. Echt van alle kanten in mijn hele lichaam haat ik dit spel. Zo. Je moet namelijk wegstappen van de muur, zeg maar, door naar beneden te gaan. Alleen dan springt hij eraf. Oh. Pergament, ik ging er ook niet vanuit dat wij punten erbij... Oh, Ravenclaw krijgt er 3 punten bij ineens. En Zwadrig en Ravenclaw staan gelijk. En wie staat de laatste met 50 punten onder ons, Hufflepuff? Nee, leg je zo wel in. Ja, nee, ik wil zeggen, ik heb er 262... En Hufflepuff heeft er 200. Ravenclaw en Zwadrig hebben er allebei 250. Maar Milan, het is je geluk. Je bent de klas voorbij. Bakkering. Ja. Oh, ik mag... Oh, ik ga... Ik ga mijn laatste spreuk leren. Welke spreuk? Dat weet ik niet. Ik moet naar Charms. Avada Kedavra? Jeetje. Oh, wow, Lumos kan je al. Ik moet quidditchen. Ja, je moet lekkere potjes werkballen gaan spelen. Tegen de paarse boys. Tegen de paarse boys. Zeg, want het is officieel toch de gele boys, of niet? Ja. Oh, okay. In deze game niet. Nee, oké. Okay. Nee, dan ik wil het even zeker weten. Save, yes. Zo, hebben we eventjes gesaved. Ik ben wel, als ik eerlijk ben, zeer benieuwd welke sprook je gaat leren. Ja, ik ben benieuwd. Heb ik de Sempra? Even kijken, ik moest naar Charms. Nee, Charms, hè? Charms, ja, Charms. Waar is Charms ook weer? Oh, Charms en Library. Kijken, dit is geen klaslokaal deur. Dit is ook niet waar ik moest zijn. Is dit het? Incendio! Wow. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer, zegt hij. Nee, het ding is, de Incendio Challenge is echt klote. Kijk! Ja. Oh, daar komt vanwege het glas. Yeah. Ik denk wat het hij voor kopstoot gehad, maar... Ja, maar dit heb ik vorig jaar ook al geleerd. Ja. Wow, hij kan het met zijn handen. Wat? Oh, hij gebruikt Wingardium Leviosa met zijn hand, oké. Okay. Ja, het moet zijn, Flitwick, ik vind het wel heel erg, want ik ben niet voorbereid. Ik wil dit niet, want ik weet dat ik hier levend verbrand. Dat willen wij. Weet je wat ik wel mooi vind? Incendio leer je als laatste in deel 2 en je leert Glacius als eerste in deel 3. Ja. Zeg, kon ze dan niet beter allebei in één schooljaar doen? Nee. Aquamenti. Ja, Aquamenti leer je in de 4 pas. Yep.
Oké, daar gaan we. Alles staat lekker in de fik. Volgens mij is het deel, in deel 4 ook Aqua Erupto en niet Aqua Mentum. Nee, klopt, het is Aqua Erupto, ja. Oh, ik heb hier al geen. Ik heb hier nou al geen zin meer in. Ik zie dat beneden staan en ik heb er al geen goed gevoel bij. Wat zag je beneden staan dan? Ik weet niet of het tijd is om te kijken, maar het is een Gargoyle. Alweer? Ja. Is het niet een keer klaar? Met de kutbeesten? Je hebt die 4 in deze uitdaging. Oh, oké. Okay. Mikt ook meteen gewoon op mijn voorhoofd, hè? Tuurlijk. Gewoon geen respect voor de medemens. Oh, je moet ook meteen tegen een Gargoyle, wat? Ja. No mercy. Auw. Okay, Harry, sta op. Harry, sta op. Ja, maar dit is... Oh. Lekker, Harry. Nou, maar wat hij deed was echt gewoon spannend campen. Want ik stond op en hij ging zijn volgende al afvuren. En ik had geen tijd om... Expelliarmus te gebruiken. Lukt het? Ja. Dus ik zie aan eens allerlei kanten op vliegen. Easy winning! Ik vind het wel mooi. Bij mij had Hufflepuff meer punten dan bij jou. En jij bent toch echt een gele boy. Ja, maar ik ben wel een Quidditch meester. Auw. Jij niet. Jij bent een Gargoyle meester. Je moet het wel op een klein... kort stukje doen. Ja, het is nou niet echt de meest grote arena, nee. Dus... Auw. Ik vind het zo'n bullshit dat als hij de grond raakt, dat jij daar dan door gehit wordt. What the fuck? Ja, dat is het ook. Komt eruit dan, hier jongen, buts. Oké, nog één keer. Auw. Oh, ga je lachen met blij hoofd, jongen. Kom hier. Boy, yo. Hij ging fucking snel terug. Hier, dat wou ik zeggen. Gewoon piem, pam, pos, piem, poef. En een shibidibapap, hé. Duurt lang. Het duurt te lang. Staan hier al een tijdje. Hebben we nog mee te doen vandaag? Dus schiet alsjeblieft een beetje op. Het duurt te lang. Ah, oh. Is dat toch iets? Ja. Oké, okay, top. Waarom heb ik zo'n idee dat ik hier... Oh, nee! Wat hebben we met die... Wat hebben we met die gargoyles in deze game? Ik heb geen idee, maar ik vind er helemaal niks aan. Want je moet ze allebei verslaan, want je hebt die vogels nodig. Leuk. Wat de... Deze man doet gewoon ineens een tornado met zijn vuurkomt. Opgegeten door een vuurkrab. Hè? Een tornado met zijn vuurkomt? Ja. Wacht, wat? Hij deed een tornado met zijn vuurkomt. Hij wilde het vuur afvuren en ineens draait hij rondjes. Elk rondje is anders. Ja. Ja, ik wil zeggen, daar weet Sander toevallig heel veel van. Hoezo? Ja, dat zegt hij altijd, eigenlijk rondjes anders. Ja, dat is van die meme. Ken je die meme? Nee. Oh, dat is een dronken jongen. Van, ja, wat doe je dan op zo'n avond? Ja, ik loop rondjes. Elk rondje is anders. Dat is van de meme. Wat van de meme's? Ja. Nou. Ja, jongen, lach dan maar mijn blije gezicht. Ik moet nog 3 van jou verslaan zo meteen. Oh, nu moet ik zeker naar de wc van Jammer and the Jenny. Ja, dan mag jij lekker kwast uithangen. Het, hey, het. Eerst zo meteen de wc vinden van Jammer and the Jenny. Oh, die is vrij makkelijk gevonden. Ja? Ja, het is letterlijk, je loopt de tweede verdieping in, dus meteen de eerste deur links. Oké. Okay. Abyfos. Draconifos. En hoppatee. Ja, dat was een andere spreuk, hè. Oh, ja, dat was de computerversie. Oh, ga niet weer vlammetornado's afschieten. Jawel. Kreng. En dan gaan we weer, hoor. Expelliarmus. No, sorry, Myrtle. Kunnen we haar niet wegjagen met Lumos?
Helaas niet. Au. Oh. De tijd is om. Ja, ik zit midden in een Expelliarmus-gevecht. Nou, ik hoor wel als je klaar bent met je Expelliarmus-gevecht, ja? Ik ben dood. Oh. Je bent klaar met je Expelliarmus-gevecht. Oh, ik wacht even totdat mijn cutscene voorbij is in jouw... In jouw wachtscherm. Oh, ik kan wel lang. Het is toch één hit? Jezus, wat een geouwe hoer allemaal. Oh, top. Ik moet alleen dat gevecht opnieuw doen. Au. Oh. Mijn vuur komt. Ja, daarom spring ik even deze kant op. Nu kan hij mij niet raken. Dan kan jij zo meteen rustig je ding doen. Precies. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.